Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 588. De vorige keer lazen we dat Paulus in hoofdstuk 4 bijna emotioneel is als hij de Galaten oproept om in de vrijheid van Christus te leven. Hij heeft beter dan zijnzelf in de gaten hoeveel ze op het spel zetten door zich weer aan de oud-testamentische wetten te onderwerpen. Paulus neemt zijn eigen leven als voorbeeld en houdt de Galaten voor dat ze op grond van hun relatie eigenlijk al zijn woorden zouden moeten aannemen. Toch luisterden ze veel te makkelijk naar Joodse dwaaleraars. De Apostel herinnert hen aan de tijd dat hij voor het eerst bij hen kwam: hij was er toen lichamelijk niet al te goed aan toe, maar dat was voor de Galaten geen reden om niet naar hem om te zien. Ze zagen Hem als een boodschapper van God en hebben Hem met blijdschap verwelkomd. Met Paulus kwam het goede nieuws van God naar hen toe. Nu vraagt de Apostel zich af wat daar nog van over is: Is Hij hun vijand geworden? Hij zegt hen de waarheid, maar in een goede relatie moet dat kunnen. De valse leraren zijn ijverig bezig, maar hun doel is niet goed. Ze proberen er zelf beter van te worden. Toch is hun optreden zo verleidelijk dat mensen er makkelijk in trappen. Na de persoonlijke uitweiding volgt in het laatste gedeelte van hoofdstuk 4 opnieuw een zakelijke argumentatie vanuit de wet van God zelf. Het gaat nog steeds over de verhouding tussen wet en belofte. Deze keer redeneert Paulus ook vanuit de wet zelf, met het voorbeeld van Hagar en Sarah. We gaan nu verder met hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5 brengt ons tot het derde grote gedeelte in de brief aan de Galaten. Het eerste gedeelte was persoonlijk. En het was belangrijk voor ons om de persoonlijke ervaring te kennen die Paulus gehad heeft. Hierop volgend kwam het leerstellige gedeelte over de rechtvaardiging door geloof. Waarin Paulus volhield dat onze redding moet rusten op Gods redding en dat er maar één evangelie is. We komen nu bij het praktische gedeelte. En dat is heiligmaking door de geest. Rechtvaardiging is door geloof. Heiligmaking is door de Geest van God. De Schrift zegt ons achter dat de Heer Jezus Christus voor ons tot heiligmaking is gemaakt. Dat wil zeggen, God ziet ons volmaakt in Hem. Ongeacht hoe goed je wordt, je zult nooit aan Zijn norm voldoen. Je zult nooit als Christus zijn in dit leven. Christus is de enige over wie God zei: Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Maar het lichaam van gelovigen, de Kerk, is in Christus geplaatst. Hij is het hoofd van het lichaam. Degenen van ons die gelovigen zijn, zijn zijn lichaam in de wereld van vandaag. En we worden verondersteld hem te vertegenwoordigen. De methode van heiligmaking is door de geest. In dit gedeelte zien we de geest tegenover het vlees. Het is of een doe-het-zelf-christen leven, of iemand anders zal het door jou moeten doen. Zijn methode is het om het door jou te doen. In dit gedeelte zien we vrijheid tegenover slavernij. Elk wat is systeem stelt je onder slavernij. En je moet dat nauwgezet volgen. In Galaten 5 geeft de apostel Paulus in de eerste twaalf verzen een samenvatting van Galaten 3 en 4. De afsluitende argumentatie is scherp en een duidelijke vermaning. Paulus begint positief met het werk van Christus. Hij heeft ons vrijgemaakt. Die vrijheid is in Galaten 4 in het voorbeeld van Sarah weergegeven. Paulus zal ook aangeven dat als men gered is door geloof, maar toch wil leven naar de wet, het uit de genade vallen veroorzaakt. Dat betekent, je bent gered door geloof. Vervolgens val je neer naar een wetsniveau om te leven. We zullen dit geïllustreerd zien als we verderop in dit gedeelte komen. Galaten 5, vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. De Galaten hebben de vrijheid van Christus gekend en ervaren. Daarom kan Paulus zeggen dat ze die niet mogen laten ontnemen door weer een slaaf van wetten te worden. Christus heeft door zijn komst op aarde en zijn verzoenend lijden en sterven. De gelovigen juist bevrijd van het juk van de wet. In Galaten 3, vers 13, hebben we gelezen: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt. En in Galaten 4, versen 4 en 5, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Het beeld van een juk op zich nemen werd in het jodendom graag gebruikt voor het geweldig aanvaarden van de eisen die de Heer aan het leven van een gelovige stelt. De Apostel Paulus stelt nu dat een gelovige die het juk van de wet weer op zich neemt, weer volledig in de slavernij van de Joodse wetten staat. Dat het hier specifiek om christenen uit de heidenen gaat, maakt voor Paulus geen verschil. Want niet enkel de Joden leefden onder het juk van de wet, maar de heidenen leefden, voor ze Christus leerden kennen, ook in slavernij. In Galaten 4 vers 3 zegt de apostel dat zij slaven waren van de machten van de wereld. Later in vers 9 vraagt Paulus aan de Galaten: wilt u soms weer slaven worden van de armzalige en krachteloze wereldmachten? Maar dat de apostel de vrijheid die de gelovigen van Christus hebben ontvangen benadrukt, wil natuurlijk niet zeggen dat een gelovige dan maar doet waar hij of zij zelf zinnen heeft. Iemand die zich heeft overgegeven aan Christus, bepaalt niet meer zelf wat goed of slecht is. Zoals ik al zei, daarmee komt in Galaten 5 nu ook een heel praktisch gedeelte aan de orde. Namelijk het geheiligde leven van een gelovige. Hoe kan en mag een gelovige leven in de vrijheid die hem door Christus is gegeven? Maar Paulus zegt hier niet alleen dat we door geloof zijn gered, in plaats van door de wet. Hij zegt ook dat de wet geen levensregel voor de gelovige mag vormen. We moeten helemaal niet leven naar de wet. Het wetsprincipe is niet de norm voor het christenleven. Paulus zegt dat. Daar we door genade zijn gered, we voort moeten gaan met deze manier van leven. De genade verleent het inwonen en vervuld zijn van de geest, om ons in staat te stellen op een hoger niveau te leven dan de wet vereiste. Dit alles is ons deel als we op Christus als redder vertrouwen. Het is in Christus dat we alles ontvangen, redding en heiligmaking. Toen ik tot Christus kwam, kreeg ik alles wat ik nodig had. Paulus zegt me dat ik gezegend ben met alle geestelijke zegeningen in Christus Jezus. Laten we hem geloven en beginnen op hem te vertrouwen. Laten we stoppen met het uitproberen van een wettisch systeem of een stel regels. We hebben een vrijheid in Christus. Hij plaatst ons niet onder een wettisch systeempje. We gebruiken de Tien Geboden niet als een levenswet. Ik bedoel niet dat we de Tien Geboden moeten breken. Ik denk dat we allen begrijpen dat het breken van de meeste ervan, bijvoorbeeld: je zult niet doden, je zult niet stelen, zou leiden tot onze arrestatie door de plaatselijke overheden. Uiteraard breken Christenen de geboden niet, maar we worden geroepen een vrijheid in Jezus Christus te hebben, en die vrijheid is niet een regel, maar een principe. Het is dat ik Hem moet behagen. Mijn gedrag hoort Jezus Christus te behagen, niet mezelf te behagen, niet een ander of een of andere organisatie te behagen, maar alleen Hem te behagen. Dat is de vrijheid die we in de Heere Jezus Christus hebben. Christus heeft ons dus de vrijheid gegeven, dat is pas echte vrijheid. Laat u die niet ontnemen door weer een slaaf van wetten te worden. Galaten 5, vers 2 Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. Sommige Galaten dachten door de besnijdenis en het houden van de Joodse wetten met God in het reine te komen. Paulus haalt er resoluut een streep door. Ongetwijfeld wilden ze het nogthans doen met de allerbeste bedoelingen. Het is voor mensen van alle tijden dikwijls een grote schok. Vooral omdat wij meestal vinden dat we het nog niet zo slecht doen. Dat de Heer steeds weer laat zien dat wij door het goede wat wij doen niet bij Hem in de hemel kunnen komen. Het goede dat wij doen blijkt voor de Heer niet goed genoeg te zijn. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus apart is gezet, geheiligd, ons mensen. Daardoor ziet de Heer ons aan in Christus. Dat wil zeggen volmaakt. Wij mensen kunnen in dit leven nooit als Christus zijn. Christus moet ons redden. Een andere manier is er niet. In wezen zegt Paulus in Galaten 5, vers 2, ook tegen jou en mij, luister goed naar wat ik nu zeg. Als u erop rekent dat het met God in orde komt, door, en vul dan maar in wat u al zelf van goeds in gedachten hebt, dan zal Christus u niet redden. Ook tegenover gelovigen in andere plaatsen heeft de apostel laten zien dat er van eigen inspanningen geen sprake kan zijn. In 2 Thessalonicaans 2, versen 13 en 14 staat, Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heer, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij U geroepen, door ons Evangelie, om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Galaten 5, vers 3. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat Hij verplicht is de hele wet te onderhouden. Paulus benadrukt dat het zich laten besnijden geen zin heeft. Het gaat hier natuurlijk niet om de besnijderis op zich die hadden alle mannelijke christenen van Joodse afkomst al als kind ondergaan. Paulus was zelf ook besneden. Waar Paulus het hierover heeft, is de eis die door Joodse dwaarleeraren aan de niet-Joodse christenen werd gesteld. Zij moesten zich volgens hen laten besnijden, als voorwaarde om in het heil van Christus te mogen en kunnen delen. Dat een mens niet gered kan worden door het houden van de wet, is ondertussen al duidelijk. Maar Paulus zegt nog meer in dit vers. Stel dat iemand die wel gelooft, maar voor de zekerheid toch een beetje van die wet wil doen, dan zegt Paulus dat je dan aan de volledige wet moet voldoen. Je kunt niet enkel uit de wet die dingen halen die je goed of haalbaar lijken. Je kunt niet de straffen weglaten en een groot deel van de details. Je moet de hele wet nemen of niets. Ik ben blij dat ik niet onder de wet ben. Ik heb vrijheid in Christus. Ik moet bekennen dat het niet altijd even goed lukt om hem te behagen, maar hij is degene die ik probeer te behagen. Een mens kan alleen leven van Gods genade. Dat is de kern van het Evangelie en de boodschap van de Apostel Paulus. Genade betekent onverdiende gunst. Als er dan op één punt een voorwaarde wordt gesteld, hoe klein ook, waaraan wij mensen zelf moeten voldoen om deze genade te ontvangen, dan wordt aan de genade van God haar kracht ontnomen en zou Christus voor niets zijn gestorven. We lazen het al in Galaten 2, vers 21. Daar staat. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus te vergeefs gestorven. Het is een getuigenis dat tegen onze eigen menselijke natuur ingaat, omdat het voor ons mensen zo heel gewoon is om zelf van alles te willen bereiken. De erkenning dat dit niet gaat, moet door een geloofsbeslissing gevolgd worden. Het Evangelie vraagt om zo'n keuze. Geloof jij dat je alleen van Zijn genade kunt leven door vertrouwen te stellen op Zijn Zoon Jezus Christus? Of denk je toch dat je het zelf wel met de Heere in orde kan maken, op grond van het goede leven dat je geleefd hebt? Weet je wat de consequentie van zo'n gedachte is? Dat je eigenlijk tegen God zegt: Heere, het was helemaal niet nodig dat U uw zoon gaf. Ik kan het zelf wel regelen. Galaten 5: vers 4. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, en daarmee bent u uit de genade gevallen. We komen nu bij een moeilijk theologisch punt. Een punt waar nogal verschillend wordt over gedacht. Als je gered bent door op Christus te vertrouwen, en dan neerdaalt tot het lage niveau van leven door de wet, ben je uit de genade gevallen. Dat strookt niet met eens gered, altijd gered. En daar wringt het schoentje. Maar uit de genade vallen betekent niet in een openbare zonde vallen, of een zorgeloos gedrag, en door zo te doen je redding verliezen, zodat je helemaal overnieuw gered moet worden. Het heeft daarop helemaal geen betrekking. Paulus handelt over deze kwestie van uit de genade vallen in de rest van dit hoofdstuk. Hij handelt er ook over in zijn brief aan de Romeinen. In Romeinen begint hij met de mens in de positie van volledig bankroet, zonder gerechtigheid, volkomen verdorven, even nutteloos als rood fruit. De mens is voor Gods aangezicht een zondaar. Dan, aan het eind van Romeinen, zie je de mens in de dienst van God en aangespoord om bepaalde dingen te doen. Niet alleen wordt hij aangespoord om bepaalde dingen te doen, hij is volledig afgescheiden naar God toe en hij moet aan God gehoorzaam zijn. Er zijn twee machtige werken van God die tussen de mens in zijn gevallen staat en de mens in dienst aan God instaan. Dit zijn redding en heiligmaking. Zoals we gezien hebben is redding rechtvaardiging door geloof. Dat is het allerbelangrijkste. Heiligmaking betekent dat je, nadat je gered bent, moet opgaan naar een nieuw niveau van leven. Ik denk dat de grootste drogreden is te geloven dat dienst in het christenleven essentieel is. Dat je het onmiddellijk druk moet hebben. De vroege kerk was meer bezig met zijn manier van leven en dat leven was een getuigenis voor de wereld. Vandaag kijkt de buitenwereld naar de kerk en gaat die voorbij, omdat we druk zijn, zo druk als mieren. Maar we hebben geen leven om ons getuigenis te ondersteunen. In plaats van ons te concentreren op het proberen goed te doen, zouden we goed moeten leven. Als we Christus behagen, zullen we ook goed doen. Ik denk dat er meer over heiligmaking in de brief aan de Romeinen en aan de Galaten staat dan iets anders. Nu, hoe maakt God een geredde zon daar goed? Wel, Gij geeft Hem een nieuwe natuur. Moet Gij dan de wet houden? Nadrukkelijk nee. Dat betekent niet dat Hij de wet moet breken, maar Hij wordt geroepen om op een hoger plan te leven. Er is in de oude natuur geen goed. Paulus merkte dat op, en hij merkte ook uit ervaring dat er in de nieuwe natuur geen kracht is. Met betrekking tot redding zei Hij, Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. En hij roept als gered mens uit: ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Hij is niet bang dat Hij zijn redding gaat verliezen, maar Hij is een verslagen christen. God geeft een nieuw principe. We zullen in dit hoofdstuk zien dat het nieuwe principe de vrucht van de Geest is. Het christenleven door deze methode te leven, is voor sommige christen even ver gezocht als leven op de maan. Ze verwachten daar nooit te leven. Misschien hebben ze zelfs nooit van die mogelijkheid gehoord. Nochtans is dit het leven dat Hij ons wil laten leven, door geloof. We zijn gered door genade, we moeten leven door genade. In Romeinen 7, vers 6 schrijft Paulus aan de gelovigen. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen, en niet in oudheid van letter. Prachtig, God dienen op een heel nieuwe manier. Hoe kan dat in een roerige en zondige wereld, die steeds in beweging is? Met gelovigen die allemaal druk zijn en volle agendas hebben, met kerken en gemeenten die meer met zichzelf bezig zijn dan met een wereld die verloren ligt in zonde en schuld, zijn wij bereid om de Heer te dienen op een heel nieuwe manier, vanuit ons hart en door de Heilige Geest. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar DoorDebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchment en Ann Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.